Wat houdt de actie precies in? Nou, we zitten 24 uur opgesloten hier in de ruimte. We willen daar graag maar geld mee inzamelen om de jonge ruimte op te knappen. Zoals je ziet is het ook echt hoog nodig. Dus dat is onze actie eigenlijk. Een beetje een ludieke actie. Ja, en wanneer hebben jullie die actie bedacht? Vorige week. Dat is echt allemaal korte termijn. En wat is de bedoeling? Hoeveel geld willen jullie ophalen? Nou, we hebben een begroting gemaakt. Het gaat om 2000 euro ongeveer wat we nodig zijn. Ja. En dan kunnen we het hoognodige doen. En wat is het hoognodige? Wat kun je daar iets over vertellen? Nou, de muren, de vloer, nou, qua bedrading en elektriciteit en ja, lampen, verlichting, noem het maar op. En wat voor de activiteiten organiseren jullie in het jongerencentrum? Ja, wat hebben we allemaal? We hebben elke vrijdagavond shows. Ja. Ja, een disco eigenlijk gewoon. En ja, wekelijkse activiteiten. De zaal is ook gewoon open. Dus ze kunnen hier ook gewoon altijd in. Ja. Om te gamen, te chillen, noem maar op. En welke jongeren komen er? Uit welke buurt? Meestal uit Kamperpoort. Ja. Ja, en ze nemen ook nog wel zijn vriendjes, vriendinnetjes mee van school. Dus ze is altijd druk bezocht. En welke leeftijdsklasse hebben we het dan over? Ja, gemiddeld is het wel een beetje tussen de 12 en de 15, 16 jaar wat hier komt. Ja. Okay. En hoe kunnen mensen geld doneren? Nou, ze kunnen bij ons bij het raam langskomen. Ja. We hebben een mooie donatiepot staan, dus daar mag van alles in gegooid worden. Oké, okay. En hoeveel zit er op dit moment in? Nou, we hebben vanmorgen een donatie binnengekregen van 250 euro. Dus daar zijn we super blij mee. Ja. En mogen ook vragen voor wie de donatie is? Nou, dat weten we zelf ook niet helemaal. Het was een beetje een lichtelijke anonieme donatie. Kijk.